hebben de afgelopen 2,5 jaar hebben we de weg verbreed, een brug afgebroken, 2 nieuwe bruggen gebouwd, een warmtenet aangelegd en gesaneerd. De laatste werkzaamheden die er nog moeten plaatsvinden zijn een paar werkzaamheden aan het voetpad en het fietspad van de brug. En ook worden de bermen en de plantsoenen nog ingezaaid. Maar tijdens al die werkzaamheden kan het verkeer gewoon doorgang vinden. De auto's gaan dan nog even over de busbaan. Ik ben vooral blij dat het eindelijk klaar is, want het betekent dat ik in mum van tijd op school ben. Ja, de aansluiting naar de rest van Noord is wel weer verbeterd. Heel mooi. Ja, prachtig. Op 22 april gaan we de Klaprozenweg feestelijk openen met het Klaprozenwegfestival. Er is de afgelopen jaren heel veel hinder geweest voor de buurt en mensen hebben daarover geklaagd en ook terecht. En dat willen we graag, willen we iets terugdoen voor de buurt en dat doen we tijdens dat festival met een aantal leuke activiteiten. Dit was het verkeer, tot de volgende keer!